Hallo iedereen, welkom weer terug bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we met dit ding aan de slag. Dit is mijn oude Chromebook die ik jarenlang heb gebruikt ondertussen. En ik vind het best wel een fijn apparaat. Het werkt gewoon goed, snel. Ik kan YouTube kijken, ik kan op internet en dat soort dingen. En dat is eigenlijk alles wat ik nodig heb van een Chromebook. Maar, dit is een oud beestje. Deze komt namelijk uit 2014. Het is een van de eerste Chromebooks. En vandaag gaan we proberen om deze Chromebook nieuw leven in te blazen. Wij gaan in ieder geval Fight OS installeren. Dat is een Chrome OS alternatief. Het werkt precies hetzelfde als dat Chrome OS doet, maar dat betekent dat we hier de Play Store op kunnen krijgen. We gaan zo meteen de Chromebook eerst openmaken. En dat vervalt sowieso altijd je garantie. Dus mocht je nog garantie hebben, doe niet na wat ik doe. En mocht jouw Chromebook in een school of bedrijfsnetwerk hangen, werkt dit ook niet. Zo, bij deze Chromebook zit de schroef die we eruit gaan halen. Dit is namelijk de Ride Protect schroef. Dat betekent dat we aanpassingen kunnen maken aan de BIOS van de Chromebook. Die zit hieronder. Dus die gaan we er even uitdraaien. Als jij een ander model Chromebook hebt, kan dit verschillen. Sommige Chromebooks doen dit namelijk ook via software. Maar in dit geval moeten we er gewoon een schroefje uithalen. Dit is ook de Chromebook die nog een losse vervangbare SSD heeft. Dat hebben er ook heel weinig. Zo, we zijn inmiddels klaar. De schroef is eruit. Dus we kunnen de Chromebook weer dicht gaan maken. Zo, inmiddels zitten de schroefjes er allemaal weer in. En behalve natuurlijk de schroef die we er net uitgehaald hebben op het moederbord. We gaan de Chromebook openmaken en dan houden we Escape, Refresh en Power houden we ingedrukt. En dan krijgen we dit scherm. Zoals je kunt zien geeft hij nou aan Chrome OS is missing or damaged. Drukken wij op Ctrl D. We drukken op Enter om OS Verification uit te zetten. Nou drukken we nogmaals op Ctrl D. Gaat de Chromebook weer herstarten en dan wordt het systeem overgeschakeld op ontwikkelaarsmodus. Zo, inmiddels is de Chromebook opgestart. Dus we gaan heel even snel de setup doorlopen. Zo, ik heb inmiddels mijn wifi wachtwoord ingevuld. En nou gaat hij even controleren op updates. We hebben nou de optie om in te loggen met een Google account. Dat hoeven we niet te doen. We kunnen hier onderin gewoon naar Browse as Guest. We doen hier Ctrl-Alt-T. En dan krijgen we een terminal scherm. Zo, inmiddels zitten we in de terminal. We typen in Shell. En dan hebben we de volledige toegang. We gaan hier nou een heel lang commando invullen. Die staat hier ook onderin beeld. Dus die ga ik even overtypen. Zo, ik heb inmiddels het hele commando ingetypt. Zo, we krijgen nu een aantal opties. Wij gaan voor de UEFI firmware. Dat is nummer 2. We doen yes. Hij geeft hier ook aan, yo, nadat je dit gedaan hebt, kun jij niet meer terug naar Chrome OS. Maar dat hoeft ook niet, want Chrome OS wordt op dit apparaat ook niet meer ondersteund. Deze krijgt al jaren geen beveiligings- en updates meer. Dus ja, we drukken nog een keer op yes. Het is handig als je hier in dit scherm even een backup maakt van je originele EEPROM. Dat is dus een kopie van de originele BIOS, mocht je ooit nog terug willen naar Chrome OS. En hij gaat lekker bezig. Zo, inmiddels zijn we over op de computer. Op een andere computer
gaan wij even OS in ieder geval downloaden. Dus we gaan hier naar FightOS, download. Dan hebben we hier PC. VMware is voor een virtuele machine. Dus als je het eerst wil uitproberen in bijvoorbeeld VirtualBox, VMware of dat soort dingen, kun je eventueel hier daarvoor de image downloaden. Maar wij willen hem direct installeren. Je hebt hier een aantal opties. Je kunt kiezen voor een PC met nieuwere processor, een PC met een AMD processor of PC met een Intel processor. Wij pakken deze. We gaan pakken gewoon de official download en dan gaat hij downloaden. Zo, inmiddels is het ISO bestandje gedownload. We hebben hier een programmaatje. Dit is wat ik altijd gebruik. Je kunt gewoon kiezen wat voor jou fijn is. Ik gebruik hier vooral het Rufus. Ik heb een leeg USB-stickje van 16 gig in mijn PC gedaan. Dus we gaan de ISO selecteren. En dan drukken we op starten. Dan geeft hij aan dat alle data vanaf de USB-stick leeg gegooid wordt. Nou, dat is helemaal prima, want deze USB-stick gebruik ik alleen maar voor dit soort dingen. Dus, en we drukken op oké. Okay. En we gaan even wachten. Zo, de USB-stick zit erin. We gaan de Chromebook aanzetten. Drukken we een paar keer op Escape. We gaan hier naar Boot Menu. En we selecteren de USB. Zo, inmiddels de laptop opgestart. We klikken hier op aan de slag. Ik wil het installeren. Full disk. Je kan eventueel ook kiezen om naast bijvoorbeeld Windows of zo te installeren. Maar dat draait hier niet op. Dus we gaan hem gewoon op de volledige schijf. De 16 gig. En we gaan installeren. Dus we gaan de laptop opnieuw opstarten. En deze setup gaat net zoals bij een Chromebook. Dus ik ga even de setup doorlopen. Zo, inmiddels zitten we in het systeem. Hij is ondertussen alle data die ik op de Chromebook had staan, zoals je kon zien. YouTube, Spotify en SoundCloud heeft hij inmiddels er ook al opgezet, omdat ik dus met mijn Google account heb ingelogd. We gaan voor nu heel even het Android subsysteem activeren, zodat we straks de Google Play Store erop kunnen zetten. We gaan hier in de instellingen, gaan wij developer mode aanzetten. Dat doen we hier bij FightOS settings. We doen developer mode. En we zeggen bevestigen. En dan gaat hij opnieuw opstarten. Zo, we gaan naar de store als de laptop is geherstart. En dan zie je hier de optie configure OpenG apps. Gaan we doen. Zo, inmiddels gaan we heel even terug. We doen Ctrl-Alt T. En daar typen we in shell. Nou, typen we sudo streepje i. En dan typen we een heel lang commando die ik even op beeld ga zetten. Zo, ik heb alle commando's ingevoerd en hij is inmiddels weer opgestart. En zoals je ziet hebben we hier de Play Store. Helemaal nice.